We leven in onzekere tijden. Het coronavirus heeft in korte tijd ons leven enorm veranderd. We merken de impact op allerlei manieren. In thuiswerken, sociale onthouding en werk dat wegvalt of juist enorm piekt. En niemand weet wat ons nog te wachten staat. Ook logopedisten ondervinden de gevolgen van het coronavirus en de daarmee gepaarde maatregelen. Waar het normaal gebruikelijk was dat de zorg voor een groot gedeelte in een zorginstelling, in de logopediepraktijk of in het onderwijs werd verleend, is dat nu niet meer het geval. Om de kans op besmetting te voorkomen, bieden ook logopedisten steeds meer zorg op afstand. Op deze manier kunnen zij ook tijdens de coronacrisis de belangrijke logopedische zorg blijven bieden. Telelogopedie werkt eigenlijk op dezelfde manier als een behandeling op locatie. Alleen nu zien en horen de cliënt en de logopedist elkaar via het beeldscherm van de computer, tablet of telefoon. Zo blijft logopedie voor iedereen bereikbaar. Succes! Wist je dat nieuwe behandelingen vaak zonder verwijzing kunnen worden opgestart? Vraag voor meer informatie een logopedist bij jou in de buurt.